Ja, er is veel gebeurd. Ik heb heel veel optredens gehad ondertussen. Ja, hoop promotie gehad. Ik denk bijna 70 interviews gehad ondertussen. Na Toppers van Oranje. En dat ik hier mag staan natuurlijk. En dat je natuurlijk met de mensen op de foto mag. Dat ze dat helemaal te gek vinden. Dat is wat ik bereikt heb na ons laatste interview. Ik kan het bijna niet beschrijven. Ik vind het gewoon hartstikke mooi dat mensen je verhaal willen weten. En normaal gesproken willen ze. Ja, wie ben ik? Zo, snap je? En als je lacht is het eigenlijk allemaal gelopen. En is natuurlijk dit allemaal gebeurd wat nu gebeurt. Dat ik bijvoorbeeld hier nu... dat mede-collega's allemaal je een hand geven, dat is natuurlijk heel speciaal. Want eerst kijk je naast op YouTube en dan zijn er toch eigenlijk wel je vrienden. Overmorgen komt mijn nieuwste single uit, Wanneer je kust. Dus 16 september. Dus, en wat gebeurt er dan wanneer je kust? Ja, het begint heel rustig en dan knalt hij gewoon weer net zoals als je lacht. En dan knallen we gewoon weer elk optreden, maken we mensen gewoon weer blij.